Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag spekuloos bonbons maken. Ik heb nodig spekuloos koekjes. Ik gebruik deze. Spekuloos pasta. Ik gebruik deze. 3,5 repen witte chocola. En een mold. Ik gebruik deze. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, ik ga beginnen. Ik begin eens met mijn chocola. Deze ga ik smelten. Dat doe ik door middel van een pannetje met water en een kommetje. Daar doe ik mijn chocola in. Deze ga ik op het vuur zetten. Zodra het water kookt, zet ik hem uit en laat ik hem rustig smelten. Mijn water begint te koken, ik ga hem uitzetten en laat ik verder smelten. Mijn chocola is inmiddels gesmolten, ik ga nu mijn vormpjes vullen. Ik ga in ieder vormpje wat chocola in doen. Ik ga nu in elk vormpje een koekje in doen. En dan een beetje aandrukken. Ga ik nu de koekje met chocola bedekken. Even naar beneden drukken. Een beetje schudden. Zo. Deze ga ik hier opleggen en doe ik in de vriezer. Ik ga nu deze stukjes maken. De binnenste van de koekje haal ik eerst weg. Deze doe ik weg en deze ga ik maar halen. Ja. En deze doe ik hierin. En laat ik staan tot ik hem nodig ben. En dit is van een beetje chocola. Die ga ik de spekuloos pasta in doen. En ook zo ongeveer een beetje.
Deze ga ik opwarmen tot hij helemaal vloeibaar is. Ik heb hier een spuitzak en hier ga ik deze in doen. De chocola is hard geworden. Ik ga ze uit de vormpjes halen en ga ik ze verder versieren. Ik heb hier bakpapier en hier ga ik ze opleggen. Ik ga hier een heel klein puntje van afknippen. Zo. Dan ga ik hier overheen. Ik heb hier de gemalen koekjes en hier ga ik een beetje op strooien. Gewoon een klein beetje. Ik ga hem weer op mijn bord doen en dan in de koelkast. Ja, het is hard geworden. Ik ga ze nu op een papieren vormpjes leggen, op mijn bord en dan laat ik jullie het resultaat zien. Mijn bord en hier ga ik ze opleggen. Nou, dit is het resultaat. Ik ga zo eentje door midden snijden, kun je op de binnenkant zien. Ik ga nu eentje door midden snijden. Kijk, dit is de binnenkant. Schafter kom, dank jullie wel voor het volgen en wie weet het wel een keer inshallah. Assalamu alaikum, doei doei.